Hallo allemaal, ik ben Edu van der Heerden. Ik heb zelf ook op VMBO in Boksen gezeten, het Baan Herencollege. En ik neem jullie vandaag een dagje mee bij Sander Machinebouw in Liemde. Zo, eerst even mijn werkkleer aan, want zo kunnen we natuurlijk niet gaan werken. Zo, dat lijkt er meer op. Eerst een bakje koffie. Het mooie aan de techniek, vind ik, is met een computergestuurde machine een nauwkeurige onderdelen maken die wij uiteindelijk hier assembleren tot een eindproduct. En wij doen hier veel meer dan alleen draaien. En dan laat ik jullie wat van hier zien. Nou, deze onderdelen die komen dus vanaf de draaiafdeling naar de freesafdeling. De bedoeling is dat hier nauwkeurige gaten in gemaakt worden op verschillende posities. Die maken we hier op de freesmachine. Zo, en dan is deze klaar. Dan lopen we nu naar de engineering. Hier wordt alles bedacht binnen Sanders. En dan kunnen we kijken hoe alles wordt ontworpen. Nou, dan gaan we even kijken bij Frans. Frans is de engineer hier. Hallo, inderdaad, Frans Omland. Kort verhaal wat we hier doen. De vragen en de wensen van de klant, die proberen we om te zetten in een mechanisch ontwerp. Zoals je hier op het scherm kunt zien. Wat we vervolgens in de werkplaats weer fabriceren. Nou, zoals gezegd, ik ben zelf zo'n 12 jaar geleden heb ik mijn diploma gehaald bij het Baan en Herencollege. Inmiddels studeer ik af technische bedrijfskunde, ook deeltijd. En krijg ik de promotie als werkplaatschef binnen Sanders. En dat toont maar aan als je gewoon vanuit de BBL-positie jezelf ontwikkelt in de werkplaats en werkervaring opdoet en daarnaast nog je studie volgt. Dat er heel veel mogelijk is als je maar wilt en de wilskracht hebt.